Hey, en wat ik dus hoor is dat je dus je zit daar aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Je hebt een masterstudie ben je aan het doen. Je bent iets aan het uittypen. En dan ontstaat dat idee. Hè? Je krijgt daar niet meteen in je eigen organisatie houvast voor. Je gaat het zelf beginnen. En dan kom je gedurende die 2, 3, 4 jaar tegen allemaal van die systeembelemmeringen. Ja. Ja, hoe doe jij dat, zeg maar? Ja. Waarom zit jij hier aan tafel dit allemaal te vertellen? Nou, omdat... ik zal even een grapje. Maar ik zeg altijd, mensen zeggen, je hebt echt doorzettingsvermogen. En mijn ex zei altijd, jij wil gewoon je zin hebben. Het zit er ergens tussenin, denk ik. Ja. Ja. Dus, maar nee is geen optie. Nee. Waarom niet? Ja, omdat het gaat om die jongeren. Omdat ik altijd nooit... Weet je, ik doe het niet voor mezelf. Nee. Weet je, het gaat wel echt om die jongeren die anders gewoon niet die kans heeft en niet die plek heeft. En dat is net zoals dat ik heel veel kamers nu heb leegstaan in het land, omdat we daar nog geen inkoopcontract hebben met gemeenten. En ik wel allerlei mensen door publiciteit zich aanmelden. Dus ik heb wel op dit moment wel iets van 30 of 40 kamers leegstaan. Van particulieren? Ja. In gemeentes waar je geen contract hebt? Terwijl er 9.000, 10.000 jongeren op dit moment gewoon dakloos zijn. Dat is toch niet te verdragen? Ik kan niet verdragen. Nee. Dus dat is het gewoon het gevoel dat je denkt, belachelijk. Ja. En het moet en het zal dan dus ook lukken. En nou ja, het is niet makkelijk. Nee. Hey, maar daar toch even op aanhaken, Bianca. Je zegt eigenlijk van, goh, het potentieel is eigenlijk groter dan dat we nu benutten. Ja. Hè? En ik hoor dat jij aan verschillende tafels al zit. Ja. Maar wat gaat jou nou helpen in die opschaling nog verder? Landelijke financiering.